Dames en heren, welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van F1 My Team. In het begin, we hebben hier natuurlijk voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, gaan we weer upgrades binnenkrijgen. Dit zijn even alle upgrades die lukken. Een upgrade aan aerodynamica, aan nog een aerodynamica chassis en duurzaamheid en dan nog een aan de aerodynamica. Dus eigenlijk om kort samen te vatten, alle upgrades lukken en laten we maar even het Grand Prix weekend induiken. Maar voordat we dat doen, wisten jullie dat 90% van jullie die kijken niet geabonneerd is. Dus heb je dat nog niet gedaan, abonneer snel, want dan gaan we naar die 200 abonnees. Als we dan hier in onze kwalificatie zitten en ik heb mijn AI niveau met 2 verhoogd. Het gaat nu van 94 naar 96 en ik kwam hier erachter dat het nog steeds gewoon te laag stond. Je ziet hier, ik ga tweede, ik ben sneller dan Norris en Gasly en dat zou in principe niet moeten gebeuren. Je zou zeggen dat een P8 zeker weten genoeg zou zijn, alleen Ocon op P9, dus één plekje achter me, die ging ook naar buiten. En ik dacht, weet je, dan ga ik ook maar voor de zekerheid naar buiten. Voor hetzelfde geld gaat het zo meteen fout. En dan lig ik uit Q2 en dat zou dan ook weer zonde zijn. Ja, waarom ga je van je gas af, Jens? Nou, je ziet, ik sta gewoon nog steeds op P8 en ik zie linksonder in de map dat er nog drie drivers moeten nog een ronde neerzetten. Dat betekent dus dat ik maximaal terug kan vallen naar de 11e plaats. En daarmee gaan we dus ook met gemak door naar Q2 en ik besluit in Q2 ook gewoon weer niet naar buiten te gaan. Mijn AI-niveau staat namelijk te laag en daardoor vind ik het onrealistisch om nu ook Q2 te gaan doen. Oh ja, en Poitier staat op plek 21. Hey. Fantastisch hoor! Nou, en dan op naar de sprintrace. In de sprintrace kan je natuurlijk altijd wat plek omhoog komen. Alleen heb ik een probleempje. Mijn banden gaan heel snel eraan op deze baan. Dus is de kans dat ik aan het einde van deze sprintrace van 9 rondes bijna geen enkel deeltje meer van mijn band over heb. Maar dat maakt voor de rest helemaal niks uit. En we zijn weg en we hebben op zich een goede start. We proberen daar al gelijk al aan de binnenkant van Albon te komen. De ruimte is er net niet en dan rennen we ietsjes later en komen we aan de binnenkant van Albon. Hebben daar wel nog een klein beetje contact met Albon, maar in principe overleven we de eerste bocht wel. Albon en Magnussen blijven met elkaar gevecht. Ik probeer hier aan de linkerkant langs Albon te komen, maar dan schuif ik op naar de rechterkant. Daardoor kom ik weer aan de binnenkant en ben ik er ook voorbij. Albon komt hier aan de linkerkant langs ons. Ik weet het, we zijn nog niet zo heel erg sterk op het stuk. Maar eenmaal in de slipstream kunnen we gewoon weer een beetje bijhaken. Zien we dat Stroll achter ons ook probeert mee te profiteren. Ik probeer zo laat mogelijk te remmen. Ik schiet daar helemaal aan de buitenkant. Ga daar over de curb. En we gaan nog steeds wiel aan wiel met Albon. Het is nu hier. Je kan hier niet met z'n tweeën doorheen gaan. Daar hebben we ook weer een lichtelijk contact. Maar ondanks dat blijven Albon en ik nog steeds wiel aan wiel gaan. Ik probeer aan de binnenkant te zitten. Ik probeer zo dicht mogelijk daar bij de muur te komen. Ik raak hem volgens mij ook echt wel de muur. Okay, be careful with the front wing. You're taking some minor damage. Ja, door dat muur raken hebben we ook echt voorvleugelschade. En door het vechten met Albon is het gat naar voren ook wel al dik 2 seconden. Als vanaf hier de in-game audio compleet is verdwenen, ik weet niet waar die is gebleven, komt Albon wel weer aan onze binnenkant. En ik probeer zo ruim mogelijk buiten om te gaan. En daardoor kunnen we hem gewoon nog van ons afhouden. Stroll passeert op Main Street en maar 2 bochten later kunnen we Stroll alweer terugpakken. Als we dan hier naar de allerlaatste ronde gaan, je ziet hier Stroll op de 16e plaats. En die plek wil ik wel gewoon weer terug hebben, want anders zou ik een plek verloren hebben. Dan zou ik dus op plek 17 moeten starten. We hebben hier een veel betere exit dan Stroll, daardoor kunnen we hier naar binnenkant komen. En dan zijn we er ook op dat rechte stuk gedeelte langs. Ik heb daar geen herhaling van die inhaalactie. Maar wat je wel ziet is dat ik heb DRS Stroll niet en daardoor kan Albon ook vechten met Stroll. Over Albon gesproken, die komt ook nog langs mij. Je ziet, hij gaat hier langs mij. En ik besloot hem eigenlijk gewoon om er langs te laten gaan, want dan had ik hier zo meteen DRS op het rechtstuk. En je ziet, ik raak hem daar wel nog een beetje, maar het was de laatste ronde. Dus als ik voorvleugelschade had, dat heel groot was, had ik natuurlijk wel een probleem. Maar ik had dan toch niet naar binnen kunnen gaan. Je ziet, ik heb daar overstuur. Stroll komt ook een beetje kijken. En daardoor moet ik nu gaan verdedigen met Stroll. En ja, het is best wel gevaarlijk, maar ik dacht, weet je, ik rijd gewoon op de racinglijn. En door dat vechten met Stroll is het gat net Albon ook gewoon te groot geworden. En heb ik ook geen DRS. Maar daarom komen we gelukkig wel over de lijn. Dat is altijd je op plek 17. Qua strategie hebben we de medium hard strategie. Een eenstopper. Ik verwacht dat heel veel mensen ook een eenstopper gaan doen. Maar ook dat sommige mensen wel gewoon ook een tweestopper gaan doen. Wat in principe een domme keuze zou zijn. Want op Baku is inhalen best wel moeilijk. Behalve op sector 3.
Als we dan hier gaan kijken hoe de lampen uitgaan. We worden weer een tijdje opgehouden. Dat hebben we volgens mij tot nu toe in elke race gehad. En we zijn goed weg. Veel beter dan Albon. En we zijn eigenlijk dan iedereen veel beter weg. En je ziet dat we hier Albon pakken. Albon komt dan daar wel weer aan de binnenkant. Ik ga helemaal buitenom. En Albon kan gewoon die positie wel terugpakken. Hij zit hier helemaal naast. En ik ga proberen zo wijd mogelijk. En ook proberen om zo goed mogelijk exit te krijgen. Zo heeft daar een slechte exit. Door naast Magnussen te gaan. En ik probeer daar in de slipstream te zitten. Om zoveel mogelijk tijd te winnen. Maar Albon komt hier inmiddels ook aan mijn rechterkant. Ik probeer zo laat mogelijk te remmen. En ik neem hier de binnenkant. Nu raak ik tenminste niet de muur. En Albon zit nog steeds hier naast me. We gaan nog steeds 2-2. Albon remt wat te laat. En ik tik daar dan ook een stukje Zoe aan. Waardoor Albon dus een slechte exit heeft. En ik hierdoor weer aan de binnenkant kan komen. We zijn nu echt al één sector al lang in gevecht. Al met Albon. Albon gaat daar vol over de curb. En die forceert mij daardoor een beetje wijd. Daardoor raak ik heel lichtjes de muur. Maar we zitten er wel voor. We zijn inmiddels alweer in ronde 3. En ik probeer hier na Zoe te gaan. Alleen je ziet hier Zoe wil dan ook langs Magnussen gaan. En daardoor wordt mijn plek helemaal afgekneld. Dus daardoor moet ik de aanval even uitstellen. Je ziet hier Zoe en Magnussen zijn in gevecht. En ik besluit gewoon heel rustig achter Zoe en Magnussen te zitten. En hierdoor heb ik hier gewoon een veel betere exit dan Zoe. En dan kan ik hier buitenom langs Zoe gaan. Als we dan hier in het Kestel gedeelte zijn. En je weet het, bij de goede exit in Kestel kan je gewoon iemand inhalen. En we hebben een hele goede exit. We gooien ERS open. Daardoor kom je aan de binnenkant. Je zou zeggen, daar is de ruimte niet voor. Maar ik neem gewoon alle risico's. Ik zit er ook aan de binnenkant. Ik raak daar bijna de muur. We wheelbangen een beetje. Maar ik besluit erachter te zitten. Omdat daar met z'n tweeën doorheen gaan is niet zo verstandig. Als we dan een ronde later weer in het kerstgedeelte zijn. Ik zit hier weer vlak achter Magnussen. En we komen hier rustig weer aan de binnenkant. Hetzelfde punt als een ronde eerder. Maar daardoor nu geeft dat gewoon op en kunnen we er nu wel echt gelijk langskomen. En zitten we achter Hülkenberg. Je ziet hier voor me dat Hülkenberg Yuki Tsunoda inhaalt. En daardoor is nu degene waarop we jagen Yuki Tsunoda. En puur doordat we ook DRS hebben en Yuki Tsunoda niet, kunnen we gewoon de aansluiting goed vinden. We zitten hier al heel vlak naast. Ik wil daar het liefst aan de binnenkant komen, maar ik besluit het even uit te stellen. En te hopen dat ik het hier op dit kleine rechte stukje kan gaan doen. En met DRS en ERS zie je van dat we veel sneller zijn dan de Alphatauri van Tsunoda. Wij rijden natuurlijk op de mediums. Yuki Tsunoda rijdt op de softs. Die softs zullen natuurlijk nu wel een beetje al beschadigd zijn. En daardoor zitten we nu wel echt achter Hülkenberg. Dan richting bocht 15. Daar heeft Hülkenberg een slechte exit. Hierdoor kunnen we er al langskomen. Ik werk geen DRS. En dan hier in bocht 16 kunnen we er gewoon onszelf weer heel makkelijk langs schroeven. En zitten we nu op de plek 12. Weer in bocht 16 zitten we vlak achter Russell en Gasly. En Gasly rijdt op P10, dus dat betekent dat de strijd voor punten nu officieel is geopend. Als we side by side met Russell in bocht 18 en 19 gaan, ik raak er heel lichtjes de muur. Maar we schuiven op naar P11, alleen die Mercedes zijn gewoon zoveel beter dan onze auto. Je ziet Russell komt hier en ook Hülkenberg probeert een beetje ervan mee te genieten van het gevecht. Maar puur doordat Gasly voor ons zit, zonder DRS krijgen we een slipstream. Russell remt dan wel weer wat later. En daardoor passeert hij mij weer. Maar hier weer door een betere exit van mij kom ik er gewoon weer langs. Als vanaf hier de in-game audio het weer doet. En we zitten hier vlak achter Gasly op P10. P10 dat betekent dus één puntje. En dat puntje zou fantastisch zijn voor ons in het klassement. Je ziet hier, ik zit hier heel vlak achter Gasly. En we krijgen hier natuurlijk ook zometeen DRS. Nu is de hoop dat Gasly volgens geen DRS krijgt. Dat krijgt hij wel, maar puur doordat we in de slipstream zitten, zijn we gewoon sneller. En we kruipen ook nog eens dichter bij Valtteri Bottas. Dan hier bij het aanremmen, we remmen gewoon een stukje later en daardoor pakken we Gasly. We hebben hier wel mega overstuurd, daardoor kan Gasly hier ons gewoon weer terugpakken. En hebben dus er eigenlijk helemaal niks mee gewonnen. Maar dan in bocht 2, omdat het gat naar voren meer dan een seconde is voor Gasly, heeft Gasly dus geen DRS. Ik wel, en ik zet mijn ERS ook nog eens aan en daardoor vlieg ik er gewoon langs. En zitten we er al voor het remmen. Als we in diezelfde ronde alweer ook weer achter Bottas zitten, die op P9 zit, dat zijn al gewoon weer twee puntjes dat we dan al mee mogen tellen. We zitten hier in een slipstream, zitten we er echt heel vlak achter. En dan nu met DRS zitten we er volledig langs. Perez gaat ook naar binnen, die zit dus op de twee-stop-strategie. Hierdoor schuiven we op naar de achtste plaats. Maar ja, Perez is al naar binnen geweest, ik moet nog naar binnen, dus effectively staan we nu op P9. En je ziet, doordat Bottas op oude soft zit, rijd ik gewoon meer dan een seconde bij hem weg. En raakt hij ook in gevecht met Russell. Dus daardoor kan Bottas wel een grote rol spelen.
Nou, Perez gaat hier mij natuurlijk voorbij. Heeft gewoon veel betere grip. En doordat wij in gevecht raken, rijdt Russell gewoon langzamerhand wel echt gewoon weer hard naar ons toe. En ik probeer een beetje hier bij Perez te blijven. Terwijl ik overigens een heel groot overstuurmomentje maak. Want hierdoor kan ik proberen om DRS te krijgen. Maar je ziet dat het gat naar voren alweer groter dan een seconde is. En Russell achter ons heeft gewoon veel tijd gewoon goed gereden. Dus moet ik lichtelijk gaan verdedigen op George Russell. Als je ziet dat hij wel gewoon tijd wint. Hij komt hier aan de rechterkant. Ik laat hem daar eigenlijk gewoon voorbij. Omdat ik er niet veel tijd aan wil verliezen. Want het voordeel is nu ook, ik kan een beetje in de slipstream van Russell zitten. Al denk ik dat dit niet helemaal de goede bedoeling is. Ik bedoel, ik rij me eigenlijk bijna de muur in. Als het in ronde 12 tijd is voor de pitstop, nou eigenlijk in ronde 13, maar van ronde 12 naar 13, we gaan hier naar binnen en het is weer gewoon een pitstop met 2,5 seconden. Echt fantastische prestaties van de pit. In de ronde 13 en 14 gebeurde er helemaal niks, ik was gewoon heel doelloos aan het ronddraaien. Maar voor me zijn nu ronde 15 Piastri en Bottas aan het gevecht. En hier eigenlijk weer hetzelfde als ergens in het begin van de ronde, dus gaan we ook gewoon weer langzaam Piastri. En dan ook na Castle in diezelfde ronde zien we dat we in bocht 12 gewoon weer een goede exit hebben. En dan komen we hier gewoon weer naast Bottas. En ja, ik laat hem gewoon staan een beetje. Ik heb gewoon de ballen, maar ik ga er iets rustiger in. Want ik denk, weet je, ik heb toch zometeen op Bottas DRS. Dus ik ga hem waarschijnlijk op Main Street toch wel inhalen. En waarschijnlijk, nou zeker weten dat het gebeurt. Want hier gaan we ook echt langs Bottas. Heel makkelijk gaat het als wij DRS hebben en de tegenstander juist niet. Als ik hier zie dat Lando Norris op hard rijdt, dus die moet nog naar binnen. En ik zie dat Tsunoda ook twee keer op Sops heeft gereden, dus die moet nog naar binnen. Dus technisch gezien staan we nu op plek nummer 9. Als we het ook even hebben over Tsunoda, zijn banden zijn vrijwel dood, dus we lopen ook op en in. Hij gaat naar binnen en doordat hij een beetje heeft gevochten met Gasly en ook Gasly een beetje heeft opgehouden, ben ik nu heel dicht in de buurt bij Gasly. Dus dankjewel Tsunoda. En dan is het ophouden van Tsunoda niet voor niets geweest. Want je ziet hier, we komen heel dicht bij Gasly. We gebruiken geen ERS. En we gaan hier ook uiteindelijk niet voor de move. Ja. Nou, waar gaan we dan wel voor de move, zou je zeggen? Nou, dat is natuurlijk al op Main Street. En hier voordat we DRS krijgen, zitten we er al een klein beetje langs. En dan hier nog met DRS geeft dat het net ietsje kleine beetje boost. Waardoor we nog een beetje weg kunnen rijden van Gasly. Wie we niet van ons afhouden, dat is George Russell, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Ik bedoel, we staan nu nog steeds op plek 10, dat is één puntje, maar dat ene puntje is gewoon goed voor ons op dit moment. Ik probeer natuurlijk wel gewoon bij te blijven, maar ja, die Mercedes'en zijn gewoon veel sterker dan ons. Als het voor ons alleen maar beter wordt, want volgens die Sainz die op een tweestopper zat, moet zijn race staken. Ik heb hier dan ondertussen wel bijna gewoon scheid aan de gele vlagregels. Maar hier is het dan net weer groen. En dan kom ik gewoon aan de binnenkant bij George Russell. Omdat het net groen is, kan ik net gewoon de move maken op hem. Hierdoor staan we op plek nummer 8. Maar geloof me jongens, het wordt nog alleen maar beter. We kijken hier met de man die leidt. Max Verstappen, die spint hier. En staat hierdoor echt niet midden op de baan. Maar in ieder geval, Charles Leclerc staat daar vol. Nou, dan komt daar Lewis Hamilton die keihard tegenaan beukt. En daardoor zijn er, ik maak geen grap, ik denk wel iets van 6 auto's die daar gewoon vastzitten. Puur door die chaos van Max. En op dit moment denk ik puur blijf daar staan, want ik kom er nu naartoe. Maar je ziet al linksonder, ze rijden alweer weg. Maar er zijn twee grote verliezers van dit gevecht. Dat zijn namelijk Checo Perez en Lewis Hamilton. Namelijk die beide mannen moeten gewoon een pitstop maken door schade. En ja, die spannende muziek past er nu wel echt wel bij. Het zijn nog maar 2 rondes te gaan, maar we weten dat die auto zo snel zijn op de softs. Dus wordt het echt vechten voor onze positie. Russell voor ons gaan we niet meer pakken. Gasly kan denk ik mij ook niet meer pakken. Behalve als we daar een heel groot overstuurmoment hebben. En je ziet hier aan het begin van ongeveer ronde 25 is het gat ongeveer 10 seconden. Dan in ronde 26 is het alweer 4 seconden. En dan iets later, ongeveer denk ik in sector 2, is het gat alweer 3 seconden. Wanneer Hamilton al langs Gasly is. Nu rijdt Hamilton dus in de vrije lucht. Wat dus betekent dat hij super snel is. Dan hier beginnen we aan onze laatste sector in bocht 16. En dan weet ik, het gat is 2 seconden. Het kan niet fout gaan. Ga gewoon geen risico's nemen door dit gedeelte. Blijf gewoon van de muren weg. Daardoor kunnen we gewoon op P6 over de lijn komen. Onze eerste punten, 8 punten in totaal, zijn binnen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. En daarmee staan we op de 7e plaats boven Alfa Romeo, Williams, AlphaTauri en Haas in het constructeursklassement.
Vond je deze video nou leuk? Laat dan een blauw duimpje omhoog achter. En wat ik al zei, 90% van jullie is niet geabonneerd. Dus abonneer, want dan gaan we naar die 200 abonnees. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer bij de Grand Prix van Miami. Hey, fantastisch hoor!